Ja, ik vind dat een beetje flauwe cherrypicking uit de feiten. Want als je kijkt van wie als kiezersgroep veroorzaakt de meeste uitstoot, dan zijn de groepen met het minste, is Partij voor de Dieren en GroenLinks. Maar dan vinden sommige mensen het blijkbaar leuk om nog weer in die cijfers te kijken en dan te zeggen, ja, maar qua vliegen is het toch echt wel heel veel. Wat ik wil, is ik wil een wereld waarin iedereen automatisch milieuvriendelijk leeft. Dat we met z'n allen regels en afspraken en productiewijzen maken die schoon en veilig zijn, zodat je niet met vingertjes hoeft te wijzen van na. We hebben niks aan 1000 klimaatheiligen. We hebben gewoon een economie en een maatschappij nodig waarin dat vanzelf gebeurt. Ja, ik heb zelf altijd geleerd, een beter milieu begint bij jezelf. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld bij jou? Hoe vaak vlieg jij per jaar? Ja, nou ja, dit soort vragen krijg ik al sinds ik bij Greenpeace zit. Dus ik heb een hybride auto. Nee, ik vlieg zo min mogelijk. Ik heb vorig jaar voor mijn werk in het vliegtuig gezeten. Toen was ik nog Tweede Kamerlid naar de Bessen-eilanden. En ja, ik eet zo min mogelijk vlees. Maar ik winkel ook gewoon. Ben ik bij iemand op bezoek en is er vlees in de aanbieding, eet ik daar ook wat van. Ik geloof niet in een kleine groep die helemaal klimaatheilig leeft. Ik wil juist dit mogelijk maken voor iedereen.